Hallo graad 7, ik hoop het gaan nog goed. Ik hoop jullie is verantwoordelijk. Was jullie handen voor 20 seconden. En ja, het is mij vreemd om een klas op die manier aan te bieden. Maar ik is zeker van jullie gaan baat vandaag uit. Thema 6, wat jullie volgende thema is, gaan we gewone breken. Nou, thema 6 en 7. Handel oor gewone breken, percentages en decimale breken. En die drie onderwerpen is nou in elkaar geweef. Je moet gewone breken naar percentages, naar decimale breken en andere kant om. So, het is bitterlijk belangrijk dat jy elke afdeling degelijk onder die knie het. Nou, as ons nou gewone breken, onthou ons kry ons echte breken, dit is graad 5 werk, maar snaaks genoeg vergeet jullie die goed. Onechte breken. En dan gemengde getal. Nou, jou echte breek is bijvoorbeeld, wat is zo'n 3 kwart. Jou teller, wat ons jou boonste getal is, is kleiner as jou noemer. Onechte breken bijvoorbeeld sal iets wees so 7 op 3, waar jou teller groter is as jou noemer, en een gemengde getal is iets soos 2 en 'n 3 kwart, waar jy jou heel getal het en jou breek. Die basisse wat jylle moet kan doen by breke, waarmee jylle gewoon begin ook, skryf onechte breke as gemengde getalle, gemengde getalle as onechte breke, equivalente breke, want dat equivalente breke betekent breke wat dieselfde is, wat gelijk is aan mekaar. Jylle moet breken kan van gelijk, groter as, kleiner as, en is gelijk aan. En dan ook breken, rangskik, in dalende of in stijgende volgorde. Dit is vir my die begindeel. En daar gaan ons aangaan na plus en minus, maal en deel. En plus en minus verskil heeltemal van maal, en deel verskil ook weer van maal. As ons nou begin met equivalente breke, want daar ook equivalente breke, breke wat gelijk is aan mekaar, en een van die goed wat ek weet, jylle juffrouens ook vir jylle van die begin af gesê, van het jylle begin het met breke, onthou wat jy bo doen, doen jy onder, wat jy onder doen, doen jy bo. So as ek vir jou een breek gee, 3 kwart is gelijk aan hoeveel 20's, dan gaan jy sê, wat moet ek maal of deel, dus of maal of deel, dis nie plus of minus nie, 4 om by 20 te kom, ek moet maal met 5, en wat ek onder doen, doen ek dan boe, so my equivalente breek vir 3 kwart is 15 20's. Die volgende wat jy moet kan doen is om een onechte breek na een gemengde getal kyk, kom ons wat bijvoorbeeld 14 derdes. Dit is een onechte breek, ek moet dit een gemengde getal gaan skryf. Daar is 2 maniere, jy kan sê hoeveel keer gaan 3 in 14 in, 3 gaan in 14 in 4 keer, 3 maal 4 is 12, so ek bly daar 2/3 oor. Of ek kon gesê het, 14/3, 14 gedeel deur 3. En dan gaan ek diezelfde antwoord gekry. Het hang af
van hoe jullie van graad 5 af geleerd hebben om dit te doen. En dan. Een gemengde getal. En dit is nogal met die ene wat die kinders bitterlik vinnig vergeet en jylle dit in graad 6 gedoen. Gemengde getal na een onechte breuk. So as ek het, sê maar 8 en 3 kwart, wat een gemengde getal is, en ek wil gaan skryf as een onechte breuk, gaan ek die volgende doen. Een rooie kalkie. 8 maal 4 is 32, plus 3 is 35 op 4. So ek maal onder en ek plus bo. Kyk mooi, jou noemer bly diezelfde. En jy gaan natuurlijk nie vereenvoudig nie, en dan gaan jy terugkom na jou eerste antwoord, en dis die wat jy wil heen. Goed. Groter as kleiner as ek is gelijk aan. Ek het vir julle al verlede jaar die watter, ook ek om ons sê net, groter as kleiner as of is gelijk aan. En dan die butterfly methode, of in Afrikaans seker dan maar die skoenlappe methode. Okay, die werk is rom. As ek het 2 derdes en 5 sestes. Okay, ek kan sê 3 maal 2 is 6, 2 maal 2 is 4, maar my butterfly methode werk dan so. Ek gaan sê 2 maal 6 is 12 en 3 maal 5 is 15, so daar breek is kleiner as. Dit is nog onderstel om nou een mooi butterflykie te maak, mooi skoenlapper. Jy hoef natuurlijk nie dit altyd te doen nie, jy kan net vir jouself sê, ek maal oor kruis. Dan rangskik in dalende volgorde of in stuigende volgorde. As ek het 'rangskik dalende, omdat dit van groot na klein, of stuigende, dit is van klein na groot. Kom ek vat 'n voorbeeld van, ek vat nou 'n kans wat ek doen dit nou sommer uit my kop uit. Die 3 agstes en 6,5. Sommer net eenvoudig. En ek moet dit nou in, kom ek vat nog een by, 2/3. Ok. Almal se noemers verskil, so ek moet 'n noemer gaan kry wat al twee in kan deel, en daar moet jy jou tafels ken. In hierdie geval kan ons almal vat na 24's toe. Okay. Maal 6, maal 6 is 18, maal 3, maal 3 is 9, halve weet ek is 12, maal 8 is 16. En nou is het makkelijk, goed sê nou maar, ek wil vir julle sê om dit in dalende volgorde, met ander woorde van groot na klein. My grootste ene is dan 'n 3 kwart, en ek moet dit skryf in die oorspronklike breuke vorm, formaat. 'n 3 kwart, dan 2/3, 1/2 en 3/8. Goed, ek gaan vir julle 1, 2, 3, 4, 5 werkvelle stuur.
met een memo, natuurlijk, jy doen eers jou werkvelle klaar, en dan kan je mama vragen om te merken. Is daar enigszins iets is wat je niet verstaan nie, neem een foto, stuur vir my, stuur een voice note, ek kom terug naar jou toe. Dan gaan ek later in die week, gaan ek vir julle nog werk stuur, ek weet julle raak baie opgewonde daarvoor. Maar onthou net een ding, julle skryf Junie maand, en ons weet glad nie hoe die toekomst verder gaan lyk nie, maar julle is veronderstel om Junie maand te skryf oor die hele jaarse werk, met ander woorde kwartaal 1 en 2, en wat baie keer gebeur, as het hier kom by die einde van kwartaal 2, het julle baie van kwartaal 1 so goed vergeet. So ek hou daarvan om maar gereeld van dit te gee as hersiening van kwartaal 1 se werk. Ek hoop het gaan goed met julle. Bye bye.